Ja, wat de Kaizen Award voor Silver Kruis en voor Achmea heeft betekend, is een stuk erkenning voor medewerkers. Wij weten dat we de afgelopen 10 jaar ontzettend veel hebben gedaan op het gebied van verbeteren en veel bereikt hebben. Maar zo'n prijs geeft toch echt een stuk erkenning daarvoor. En om die prijs dan ook nog uit handen van Mr. Masaki Imai hemzelf te krijgen, is natuurlijk fantastisch. Als ik kijk naar wat het heeft gebracht binnen het Zilver Kruis, bijvoorbeeld in het aantal dagen dat je moet wachten voordat het geld op je rekening staat als je een declaratie indient. Dat was vroeger best een paar dagen en inmiddels hebben we dat teruggebracht naar 3 en we gaan nog verder terugbrengen. Nou, dit soort dingen zou ik zelf, ik ben ook klant, wil ik zelf ook ervaren. Dus hoe mooi is het als je dat met elkaar kan beleven, kan leren? Nou, dat is in het begin een hele moeilijke reis geweest, want in het begin had ik er ook moeite mee. Maar door de jaren heen en door veel support van teamleiding en ben ik eigenlijk, vind ik voor mezelf, heel erg gegroeid. Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen. En dat je verantwoordelijk gesteld wordt voor een veel groter pakket. En als dat dan ook allemaal goed loopt, geeft dat een heel goed gevoel. Ik heb meegewerkt aan procesverbetering. Dat heeft zeker 1 jaar geduurd. Eindresultaat was dat wij de noodafwerking helemaal gestandardiseerd hebben. En alles op 1 afdeling zijn gaan verwerken. En daardoor veel minder correcties hebben, veel minder fouten maken. En het duidelijker naar de klanten kunnen communiceren. We hebben echt een ontwikkeling, zijn we doorgegaan met z'n allen. En wat ik als teamleider merk, is dat ik kan nu meer beleggen bij het team. Het team pakt het zelf op en dat geeft aan mij weer de ruimte om andere dingen op te pakken. Dus het heeft heel veel toegevoegde waarde. En dat past ook bij mij. Kaizen Award, hè? In eerste instantie, en dat zie je ook aan de fantastische reacties van Zilveren Kruis, is een zichtbare erkenning voor het harde werken wat organisaties erin stoppen om te kijken hoe kan ik nog steeds beter die klant bedienen en hoe kan ik nou mijn medewerkers daar eigenaarschap voor geven. En daarmee is het een onafhankelijk benchmark in Nederland van wat is nou de status van continu verbeteren en hoe zit het in het DNA van de organisaties. En omdat het een onafhankelijke benchmark is, biedt het transparanties aan organisaties om elkaar te gaan vergelijken en om elkaar te gaan leren en elkaar tips te geven en een beetje ook de kunst af te kijken. En dat is de kern van Kaizen. En dat is waarom wij als Kaizen Instituut zo trots zijn om deze award vorm te geven, want dat zijn onze kernwaarden. Wees trots op wat je hebt bereikt, maar sta nooit stil. Zoek altijd naar een uitdaging, kijk naar anderen, leer van anderen, deel ook met anderen. En weet, samen ga je veel verder.